Bedrijven en organisaties krijgen tegenwoordig steeds meer informatie tot hun beschikking en met die big data kun je ontzettend veel doen. Daarom organiseerde de IT Academy een college over data science en machine learning. Tauke Dijkhuis en Johan Blok, beide docentonderzoeker bij de Hanse Hogeschool, praten de tientallen aanwezigen tijdens het college helemaal bij. Nou, data science is eigenlijk een combinatie tussen programmeren, domeinkennis en statistiek. Ik heb ze meegenomen in mijn onderzoek naar hoe kan ik automatisch analyseren of een sporter een blessure krijgt of niet. Op basis van data. Als je voldoende data hebt, voldoende bewerkt, de juiste statistische methode, genoeg kennis hebt over het domein, dan kun je gaan voorspellen of iemand een blessure gaat krijgen of niet. Nou, ik heb verteld over machine learning, wat daar eigenlijk conceptueel aan de hand is, wat er nu speelt op dat gebied. Hoe het verschilt van traditioneel software engineering, van normaal programmeren, zeg maar. En wat er allemaal bij komt kijken als je je daarmee gaat bezighouden. Data science en machine learning speelt volgens beide heren een steeds grotere rol. Maar toch is er sprake van hypes. Een voorbeeld van wat ik als een hype beschouw is de mate waarin bijvoorbeeld intelligentie of zelfs superintelligentie nu wordt toegekend aan machine learning systemen. En waarbij dan ook vaak de term zelflerend wordt gebruikt. Terwijl er toch echt heel veel werk van mensen nodig is om die machines zover te krijgen dat ze bijvoorbeeld een bus op een plaatje kunnen herkennen. De aanwezigen reageerden enthousiast op het college. Ik ben zelf werkzaam in de IT en ik heb ook te maken met verwerking van grote hoeveelheden gegevens. En dit sloot er mooi op aan. Het eerste college was wat in eerste instantie wat aan de oppervlakkige kant en moeilijk om te plaatsen. Alleen toen hij met dat voorbeeld kwam van zijn eigen onderzoek, werd het wel een heel helder. Het tweede college sloot veel meer aan bij mijn eigen technische achtergrond. En daar kon ik veel meer in meekomen van, oh ja, zo werkt zo'n dataset en zo kun je ermee omgaan. Het was alweer de derde editie van de gratis IT Academy Colleges. Volgens de docenten en aanwezigen is zo'n college een goede manier om beschikbare kennis te delen. Ja, het is heel erg leuk om dit met een heel divers publiek te delen en om dat zo hier te doen. Ja. Een uitstekend initiatief. De enige manier waarop je zeker in de snelle wereld van de ICT met z'n allen bij kan blijven, is het verspreiden van kennis. En dat zeer positief dat het op deze manier kan en gebeurt.